Goedendag, welkom bij deze MS Talk extra nummer 8. Gisteren waren we bij jullie om verslag te doen van de ECTRIMS dag 1. Nu zijn we hier om verslag te doen van dag 2. Bij mij in het zonnetje zit Gerald Hengstman, nog steeds aan zee. Je hebt het daar beter dan hier, want ik ging net door de regen. Dus wat dat betreft zit je aan de goede kant van het land, denk ik, Gerald. Welkom. Dank je. Wat heb je gisteren gehoord? Zijn er nog bijzondere dingen boven tafel gekomen? Bijzondere dingen. Deels wel, deels niet. Op zich wat me wel opviel, en heeft misschien toch een klein beetje te maken met gewoon het afgelopen jaar. Dat ik kijk naar de ontwikkelingen die gepresenteerd worden bij de ECTRIMS, vergelijkbaar met de jaren daarvoor, is het wel minder dan wat we gewend zijn. Het zal ongetwijfeld een gevolg zijn van het feit dat ook afgelopen anderhalf jaar, ook onderzoek natuurlijk wel geleden heeft, gewoon onder de andere omstandigheden door corona. Dus er zijn verder geen hele grote schokken ontwikkelingen, dat je nu in één keer een heel andere kijk hebt op MS, of dat in één keer hele andere behandelingen er zijn. Maar het is meer een voorbeduren op dingen die al gaande waren. Dat is misschien wel aardig om daar een klein beetje op in te zoomen. En dat heeft vooral te maken met wat klassiek gezien wordt een beetje als progressieve MS. We hebben het al vaker over gehad, over het feit dat bij progressieve MS toch een soort smeulende heidebrand als het ware gaande is. De ziekte die is er wel, alleen je ziet hem niet aan de oppervlakte, in de zin dat er geen nieuwe afwijking op scans ontstaat, dat mensen geen soeps hebben, maar toch gaan mensen geleidelijk aan achteruit. Nou, wat we al wel weten, en dat kwam ook in dit congres weer naar voren toe, is dat dat proces eigenlijk al vanaf het begin af aan al gaande is. Alleen dat merk je niet, van wordt het overschaduwd door die acute momenten van ontsteking die in de loop van de tijd minder gaan worden. En het hele concept, dat heeft verschillende namen, maar een van de namen die daar gegeven worden is smoldering MS, dus smeulende MS. En daar zijn verschillende componenten in die daarin meespelen. De reden dat het wel relevant is, als relevanter aan het worden, is dat in die componenten die meespelen ook een soort chronische ontsteking wel een bepaalde rol speelt. En je hebt verschillende ontstekingscellen. Daar hebben we ook al vaker over gehad. En datgene wat je vooral ziet in die concepten die naar voren komen, is dat de bekende B-cellen daar een rol in spelen. Maar ook cellen die heten microglia. Dat zijn ontstekingscellen die als het ware in het zenuwstelsel zitten. Die op een iets andere manier functioneren dan de klassieke witte bloedcellen, maar ook die spelen een bepaalde rol in het hele verhaal. En waarom het nu relevanter aan het worden is, dat er medicatie ontwikkeld wordt wat een heel sterk effect op die twee componenten heeft in de hersenen. Dus je hebt het idee is dat er een soort smeulende heidebrand is, als het ware ingekapseld in het centrale zenuwstelsel. Medicijnen die je via je bloed geeft, komen daar ook niet zo makkelijk bij, want die moet door de bekende barrière, de bloed-hersenbarrière. En die is daarbij intact, die is niet kapot. Als die kapot is, dan zie je bij actieve ontsteking zie je dat wel. Dan zie je ook op het scan zie je in één keer van die aankleurende plekken, waar het contrastmiddel komt. Mm-hmm. In die progressieve fase, in die hele langzame fase, zie je dat niet gebeuren. Dus het is een soort ingekapseld proces. Maar het gaat over medicijnen die heel klein zijn, die heel specifiek die in de hersenen terechtkomen. Dus die gaan dus door de bloed-hersenbarrière heen. Anders dan bijvoorbeeld middelen als ocrelizumab of natalizumab. Dat zijn hele grote moleculen, die kunnen dat niet. Mm-hmm. Daarnaast hebben ze een effect op en die B-cellen en die microgliacellen. Dus ze pakken meer componenten als het ware aan. En ze pakken vooral de geactiveerde B-cellen aan. Dat is anders dan wat je nu ziet met de bekende B-celtherapie zoals ocrelizumab. Die gewoon alle B-cellen grotendeels gewoon weghaalt. Zie je hier dat het veel selectiever is. Dus het voordeel van dat soort middelen, die nu in registratiestudies getest worden, is dat ze A, in de hersenen komen, in tegenstelling tot andere medicijnen die we op dit moment gebruiken. B, is dat ze veel selectiever werken, in de zin dat ze alleen maar de geactiveerde cellen, dus de foute cellen die actief zijn, die aanpakken en de rest gewoon intact laten. En dat ze ook een effect op die microglia hebben, die andere ontstekingscellen waar we het vaak nog niet eens over gehad hebben, die ook een rol spelen in het hele smeulende proces. En wat ook wel prettig is, het zijn gewoon tabletten die gebruikt worden. Maar wauw, dat is voor mensen met primair progressief heel goed nieuws, want daar is er helemaal nog niet. Daar is er niet zo heel veel voor, hè? Alleen nee. Als ze actief zijn, ze in de zin van dat ze een nieuwe afwijking moeten hebben op scans enzovoort, dan komen ze in aanmerking voor ocrelizumab. Maar als dat niet zo is, dan niet, want heeft het niet zo heel veel zin.
Het is nu nog te vroeg om daar meteen de vlaggen uit te gaan hangen. Oh, jammer. Maar je ziet dat die registratiestudies nu wel opgestart zijn en gaande zijn. En dan heb je niet over één middel. Nee, het is bijna een soort rat race tussen de verschillende farmaceuten die allemaal midden op hetzelfde stuk gericht hebben. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die in de komende jaren het verhaal weer heel anders kunnen gaan maken. Ja, het is mooi dat er meerdere mee bezig zijn, want dan krijgen we een soort coronavaccin situatie. Ja, waar ze dus haast hebben of in ieder geval elkaar allemaal voor willen zijn. En dat komt natuurlijk het proces alleen met ten goede. Ja, nee, zeker. Dus dat is alleen maar gunstig. Om even te weten van wat soort middelen ze gaan. Ze worden onder een bepaalde categorie worden ze geschaard. En dat zijn de BTK-remmers. Zo heette die. BTK-remmers. Remmen dus het stofje BTK die dat effect heeft. Nogmaals, nu nog te vroeg om daar iets mee te kunnen gaan doen. Iets anders wat in het hele verhaal wel weer naar voren kwam. Dat was wel weer aardig. Is dat in het hele proces van dat... Dat smeulende MS-verhaal, wat vanaf dag 1 eigenlijk al gewoon langzaam gaande is, dat het leefstijl een rol speelt. Wat niet zo raar is, hè? Want op zich zijn er ook heel veel dingen die met leefstijl te maken hebben, die effect hebben op je afweersysteem, maar ook op gewoon verouderingsprocessen. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat smeulende MS-verhaal niet alleen maar ontsteking, maar ook gewoon een verouderingsproces wat gaande is en wat versterkt wordt. Dus zaken als voeding, bewegen, mentale ontspanning. Buiten komen. Want allemaal daar in dat stuk wel weer terug. En dat zijn natuurlijk wel dingen die je wel vast gewoon kunt doen. Hè? Stoppen met roken. Een gezond gewicht. Zorg dat je geen hoge bloeddruk hebt of dat je dat goed behandelt. Dus in het hele proces van die smeulende ziekte die op de lange termijn vooral bepalend is voor uiteindelijk toch handicapprogressie, zijn er al wel heel veel dingen die al wel gewoon kunnen. En dus we hoeven niet te gaan wachten tot er misschien over 2-3 jaar de vlag uitgaat dat een nieuwe medicatie beschikbaar gaat komen. Die ook weer waarschijnlijk niet zaligmakend zal zijn. Maar je kunt er wel dingen doen in dat proces. Ja, en dat geldt voor iedereen. Hè? Dat geldt niet alleen voor de mensen met primair progressief. Nee, precies. Want dat is denk ik wel van belang. Dat ziekteproces, wat je bij primair progressief of bij secundair progressief, wat daar heel zichtbaar wordt, is eigenlijk bij iedereen met MS al gewoon gaande. Zelfs bij mensen die de allereerste keer een klacht hebben gehad en die nog alleen maar een formele cis-diagnose hebben. En dus ook dan is het al zinvol om daar iets mee te gaan doen. Is dit de eerste ECTRIM waar zoveel aandacht ook is voor leefstijl? Merk je dat toenemend is in de loop der jaren? Want je hebt inmiddels heel wat van die congressen gevolgd, denk ik. Ja. Nee, je moet het dan wel echt gewoon in de kantlijn zoeken. Het wordt al ergens genoemd. Hè? Je ziet het wel weer op allerlei plaatjes van ziekteproces zie je bepaalde dingen wel weer terugkomen, maar men gaat er vrij snel overheen. Dus we zien dan wel dat het veld en nog wel heel sterk echt op de medicatieinterventie gericht is. Wel dit soort dingen noemt, maar niet dan de stap gaat zetten om daar een handreiking te gaan geven en dan ga er mee aan de slag en doe het op een bepaalde manier. Ja, dat... Dus je moet wel de elementen eruit halen uit het basale onderzoek om te zien van, hey, maar dat inderdaad, het leefstijl komt wel naar voren toe. En ja, we weten steeds meer over de effecten daarvan. Maar laten we hopen dat die omslag komt, hè? Dat er steeds meer ook daar onderzoek naar gedaan wordt, zodat dat ook tot de spreekkamers van alle specialisten doordringt. Nee, zeker. Dus ik denk dat gewoon een kwestie is van ook gewoon dat gaan doen en daar gewoon aandacht voor gaan vragen. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat iedere keer weer op dezelfde manier terugkomt en dezelfde onderwerpen komen terug. En je ziet dat er wel steeds meer wetenschappelijk bewijs is die dat ondersteunt in dat hele proces. Ja, dus medicatie, het is fijn dat het er is. Het is fijn dat dingen ontwikkeld worden. Het helpt, het geeft een steun, het geeft een duw. Maar het is niet het hele verhaal. Ja, en nee. Gelukkig ook niet. Gelukkig zijn ook heel veel dingen die mensen zelf kunnen doen. Met hulp of wat dan ook. Hè? Maar er zijn wel meer dingen die... Je hoeft niet achterover te gaan zitten en te gaan afwachten tot de grote wereld de oplossing gaat verzinnen. Hè? Dat, nee. En zeker niet zo dat met leefstijl dat je daarmee MS de wereld uitkrijgt. Of dat je daarmee geen last hebt. Maar je beïnvloedt wel uiteindelijk het proces en je functioneren in gunstige zin. Ja, precies. Het is wel belangrijk dat even te noemen. Hè? Niet dat mensen denken, ik doe zo mijn best en waarom heb ik nou nog steeds toch klachten. Het is niet zaligmakend, het is niet de oplossing voor het hele verhaal, maar het is wel absoluut een krachtige ondersteuning. Ja.
Zijn er nog dingen die je wilt delen ten opzichte van de dag van gisteren? Ik denk dat dit voor nu even het belangrijkste is. Ik denk dat het misschien wel aardig is voor de laatste uitzending die we gaan doen. Om dan het over een ander onderwerp te gaan hebben waar het vorig jaar ook al over ging. En dat is verouderingen stoppen met medicatie. Ja of nee. Ook een steeds relevanter wordend onderwerp. Omdat er nu allerlei onderzoeken gestart zijn. Waar gekeken wordt van wat gebeurt er nu op het moment dat je gaat stoppen. Dat is misschien wel een punt om daar morgen op terug te gaan met gaan komen. Nou, dan is het zaterdag. Dus laten we dat maandag doen. Even een kleine disclaimer voor onze kijkers. Er zat een klein beetje verschil tussen het beeld en het geluid. Dat heeft een beetje te maken met jouw verbinding daarbuiten. En voor de podcastluisteraars, jullie zullen ongetwijfeld af en toe wat windgeluid hebben gehoord. Gerold zit heerlijk buiten in het zonnetje op een terras. Dus de kwaliteit is even iets minder dan jullie wellicht van ons gewend zijn. Onze excuses daarvoor, maar we vonden het te belangrijk om toch even het laatste nieuws meteen te brengen. Hè? Vers van het congres. Gerold, heel erg dank weer. Ik hoop dat je in de gelegenheid bent nog even van het zonnetje te genieten en niet te snel deze kant op te komen, want hier regent het nog steeds. En dan spreken we elkaar maandag weer voor de laatste nieuwtjes van het ECTRIMS congres. Helemaal goed. Wij gaan het rustig aan om met naar huis rijden als jij zegt dat het daar regent. Dus dan gaan we. Ik zou geen haast maken, inderdaad. Dat zullen we zeker niet gaan doen. We zien elkaar snel. Dankjewel weer.